Anker, jij maakt een strip, Woktails. Waar gaat die over? Woktails gaat eigenlijk over een aantal mensen die wat bijzonderheden hebben. Het zijn niet mutanten of superhelden echt of zo, maar ze gaan eigenlijk samenwerken om toch een betere wereld te maken. En het is dus een science fiction? Ja, een beetje combinatie. Het is eigenlijk voornamelijk over monsters en over bovennatuurlijke dingen. Maar dan met een beetje modern sausje. Dus ze gaan ook een beetje, wat zouden kabouters nu doen met deze huidige technologie? Dat soort dingetjes. En wat doet Dracula nu? Wat doet Dracula nu? Ja, weet je wel, die heeft gewoon een multinational bedrijf, weet je wel, waar die gewoon echt veel geld verdient met zijn merchandise, weet je wel. En dat soort dingen stoppen we dan in de strip. En cool. Ja, het is gewoon niet serieus. Nee. Gewoon leuk, maar ook wel met, naar mijn idee, wat coole actie en coole karakters, coole monsters. Dus. Zullen we heel even door je boek ook heen bladeren? Ja, er zit... een heel bijzonder zwaard in, die je allerlei illusies kan maken. Uh-huh. En dat zwaard is eigenlijk verliefd op de kerel die hem als wapen gebruikt. Okay. Maar hij doet die kerel doet hij een beetje overtuigen dat hij een speciaal iemand is, weet je wel, the one. Weet je, een soort Neo-idee. En dan hebben we nog een dame die heeft een octopus als hulp. Ik zie het, ja. En die maakt ook wel eens foutjes dat hij per ongeluk een bezeten kabouter uit elkaar trekt. En Dracula maakt gebruik van een soort groot maandverband monster type. Alright. Die dus voor hem bloed opzuigen, die hij weer kan gebruiken. En, Je haalt het dus werkelijk overal vandaan, begrijp ik eigenlijk. Ja, het verhaal. Ik denk dat mensen bang voor me worden als ze het gelezen hebben. Ja. Dus, en dit is het eerste nummer, ik pak het er heel even bij. Dat is de tweede. Met de tweede al. Ja, die was net af. Die, omdat het is eigenlijk de eerste drie delen zijn samen een verhaal. Ja. Dit is deel 2, dan episode 2. En dat is hoe ze samenkomen. En een van de karakters die wordt gegijzeld door Dracula. Omdat hij heeft natuurlijk sowieso drie bruiden. Dus hij houdt wel van de vrouwtjes. En hij wilde dan nog meer hebben. Dus, ja, dat snap ik. Dus dan gaat hij gewoon door. En, de Harvey Weinstein van de onderwereld, zeg maar, een beetje. Ja. Beetje die Dracula. Ja, en hij doet ze allemaal dan regelen via een app die heel erg lijkt op Tinder. Dus dat, oh, kijk. Ja. Hey, en waar kunnen mensen die een strip krijgen en hoeveel kost die? Mensen kunnen de strip volgen op Patreon. Ze kunnen sowieso heel makkelijk vinden via Google als ze Woktails gewoon invoeren. En de strip kan je daar volgen voor $1 per maand. Oké. Okay. 90 eurocent eigenlijk. En meestal is er dan 1 of 2 pagina's per week. Ja. Ligt aan wat ik haal. Want ik vind het belangrijk om wel echt veel in een pagina te stoppen. Weet je wel, ik raffel dingen niet af. Dus vandaar dat we vaak even kijken of het 1 of 2 pagina's zijn wat we kunnen halen. En daarnaast doe ik altijd sowieso wat extra tekeningetjes maken, weet je wel, die dan op Instagram worden gezet, maar ook op andere platformen en zo. En er staan hier een paar ook van en zo. Oh ja. Weet je wel, dat mensen toch een beetje het idee krijgen waar het over gaat. En dat ze snappen dat het niet serieus is, dat het gewoon een beetje om te lachen is. En af en toe doen we dan dus ook, als een volledige episode klaar is, een gedrukte versie maken, weet je wel. En die laat ik dan zelf gewoon drukken en die kunnen mensen ook gewoon via de site bestellen. Oké, en hoeveel kosten ze? €5,95 per stuk. En we zijn net van die markthandelaren. Nu 1 en 2 samen voor €10. Nou, doe maar gelijk 2 voor mij voor €10. Ja, dat vind ik een goed idee. Ja, super.